Het is nu nog een deur, maar het moet uiteindelijk een tafeltje worden. Bij het stadstrand De Kade in Alkmaar zijn ze lekker creatief bezig. Maar dat moet ook wel, want volgende week begint het seizoen weer en moet iedereen toch zijn drankje kwijt kunnen. Ja, het gaat best wel goed eigenlijk. We lopen zowaar voor op schema, in hoeverre we een schema hebben. Maar het zand ligt en dat is een hele geruststelling, want nu kunnen we lekker beginnen met inrichten. Toch is het een seizoen met twee gezichten. Marco Francis Copplestone, een van de oprichters van het stadstrand, is er niet meer bij. Hij besloot vorig jaar zelf uit het leven te stappen. Zijn gemis zal gevoeld worden. We hebben er heel goed over na moeten denken of we ermee door wilden gaan. Maar uiteindelijk zijn we als team heel hecht geworden. En daardoor denk ik dat het goed is dat we deze zomer samen zijn. Want het gaat heel confronterend worden. Het stadstrand bestaat nu 4 jaar. Maar ondanks dat het echte strand maar 8 kilometer verderop ligt, is het een hotspot voor hip Alkmaar. Ja, hoef je niet zo ver te fietsen, hè? Ja, denk je dat het alleen aan het fietsen ligt? De sfeer is gewoon anders hier. Het is gewoon lekker relaxed. Je kan de hele dag zitten in het zonnetje met een boek. En we hebben ook het langste zon van heel Alkmaar. Dus ja, je kan hier gewoon lekker rustig zitten in plaats van in een drukke stad. U bent creatief bezig. Ja. 1 deur, 2 tafeltjes. Volgende week is het openingsfeest en kan iedereen weer met de voetjes in het zand van een cocktailtje genieten. En natuurlijk mooie herinneringen verzamelen.